Wij maken met Cupcake Cup kans op de Zilveren Ster Televisier Jeugd. En die willen we heel graag winnen, toch jongens? Zeker. Stemmen, alsjeblieft. Cupcakes zijn toch de lekkerste ooit. Suiker, marsepein, botercrème. En jongens, wat hebben jullie met paarden? Hou je van paarden? Zeker. Ja, ik heb zelf een paardenhuis gekweekt vroeger. Echt? Ja, toen ik heel jong was. Toen was zo vet. 7, 8 jaar was ik. Heb ik echt, en als meer het paardenmeisje. En Robert, wat is jouw lievelingsdier? Mijn lievelingsdier is Peking eend met sinaasappelsap. Oh, foei. Dat mag niet. Yo allemaal! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. En iedereen welkom terug van vakantie. Ik hoop dat jullie een heerlijke vakantie hebben gehad. Wij hebben ook een heerlijke vakantie gehad. Eventjes een paar weekjes geen video's, maar natuurlijk wel lekker doorgereden bij de paarden. En vanaf nu staat er weer elke maandag en elke woensdag een hele leuke video voor jullie klaar. En deze is als eerst na de vakantie. En dat gaat over de paarden. En over trouwen. Ik ga namelijk over een paar weken trouwen. En daar ga ik jullie in deze video alles over vertellen. Dus blijf kijken! In 2013 maakte ik voor RTL 5 samen met Imke, een heel grappig persoon, een programma. En daar was de regisseur of eindredacteur Max. En ik leerde Max kennen en we hadden meteen heel veel lol, superveel grapjes en we werden beste vrienden. Uiteindelijk werden we verliefd, kregen we verkering. En nu zijn we 10 jaar samen. En de dag dat wij 10 jaar verkering hadden, vroeg Max mij ten huwelijk. En dat was echt super cool, want we gingen naar Merlet. Dat is een hotel waar we altijd logeerden. Dat was een hotel heel dicht in bij mijn oude stal in Bergen. En dat is een van onze favoriete hotels. En toen gingen we daar logeren. En toen had Max mij dus ten huwelijk gevraagd. Ik kwam de kamer binnen en we zouden eigenlijk dus gaan vieren dat we 10 jaar samen waren. Maar ik kwam de kamer binnen en er hingen echt honderden fotootjes. Honderden fotootjes van ons van de afgelopen 10 jaar. En dat was echt super leuk. Want je ziet gewoon 10 jaar voorbij komen in fotootjes. En ik vond het heel gaaf. En ik dacht, het is gewoon een cadeautje omdat we 10 jaar verkering hebben. Maar toen vroeg dus Max op zijn knieën: wil je met me trouwen? Nou, ik zei natuurlijk meteen ja. Want natuurlijk wil ik met Max trouwen. Want ja, hij is mijn allerbeste vriend. En nou, dat is dus alweer bijna een jaar geleden. En over een paar weken gaan wij dus trouwen. En ik vind het echt super cool en super spannend. Oh, Matsi komt ondertussen even aanlopen. Hé hey Matsi, kom eens. Hallo. Matsi is zo erg op stal, hè. Hij eet alleen maar stukjes paardenpoep. Ik snap niet wat honden lekker vinden aan paardenpoep. Ik snap er helemaal niks van. Oh, en nu achter me hoor ik een hoefje. Hallo Yves. Ja, jij hebt wel weer trek in Bix. Ja, ik weet het. De stal staat al de hele tijd open. Jij bent er nog steeds ingebleven. Daar ben ik heel blij mee. Niet eruit, hè. OMG, jongens. Yves was laatst ontsnapt. Ik hoorde ineens hoeven. Oh, jij hebt weer Bix gevonden. Bix vind je ook lekker. En ik zag ineens Yves die kant oprennen. En toen dacht ik echt, oh mijn god. Toen hebben we gelukkig gevangen, want Yves ging knuffelen met de vrienden. Maar dat gaan we niet meer doen, hè. Ja, je wilt er graag nog ontsnappen. Ik doe wel heel even je deurtje dicht voordat je ineens weer pleiten bent. Oh, ben je daar niet tevreden mee? Oké. Meestal, als je dus ten huwelijk wordt gevraagd door je vriendje, duurt het ongeveer een jaar voordat je gaat trouwen. Dus nu zijn we bijna een jaar verder. Dat komt omdat je heel veel moet regelen. Bijvoorbeeld de uitnodiging. Kijk, ik ga jullie even de uitnodiging laten zien, de voorkant. En die is echt super vet. We hadden een uitnodiging gemaakt dat Max op George zat. En als je hem dan opent en alles ziet qua tijden en waar je heen moet en zo, dan gaat George richting mij in jurk. En ik had ooit een keer een trouwkaart gezien. En dan ging ook de man, als je hem dan zo trok, zo bloep, 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 richting het meisje. En ik vond het idee zo vet. Maar ja, met George erop was het natuurlijk nog veel cooler. Maar je moet niet alleen de kaart regelen. Je moet ook het eten regelen, het feest, de jurk, noem maar op. En oké, jongens, ik heb dus een paar weken geleden mijn jurk gepast. En dat was ook echt super spannend. Want normaal pas je de jurk al maanden van tevoren. Alleen ik heb hem dus heel kort van tevoren gepast. Want ik wilde heel graag een jurk van de ontwerper Suher Murat. En wat er nou gebeurde, op deze stal rijdt ook Esme Donkers. En zij is samen met mijn trainer Tineke Bartels Europees kampioen geworden. En haar moeder heeft een bruidswinkel, dat heet Diana's bruidhuis. En toen zei ik tegen haar, ja, ik wil heel graag Suher Murat. En toen zei zij, dat kan ik waarschijnlijk wel regelen. Toen zijn ze naar Barcelona geweest, Londen. En uiteindelijk hebben ze mijn droomjurk gevonden. Maar omdat het natuurlijk best wel een trip was en ik ook nog naar Parijs ging voor de Olympische Spelen, heb ik de jurk pas heel laat gepast. En ik was zo ongelooflijk zenuwachtig. Want ik heb zeg maar verschillende maten. Bij mijn heupen ben ik 36, maar ik heb hele brede schouders omdat ik heel lang gewaterpolo's heb, spieren. En ik dacht alleen maar, oh mijn god, als die jurk nou niet dicht gaat, ja, zo kort van tevoren heb ik echt een probleem. Dus ik ging de jurk passen en op het moment dat die rits bij mijn schouders dicht ging, toen dacht ik echt, yes. Gewoon het moment dat je normaal bijvoorbeeld je eten bestelt en het dan dus komt. Dat gevoel had ik, dat ik echt dacht, yes, maar dan nog veel blijer. En ik heb natuurlijk door mijn werk bij televisie heel veel verschillende jurken aangehad. Kijk, deze jurken bij de televisiering, deze bij de televisiering, deze bij de televisiering. De jurken bij de Zapp Awards, dus ik ben best wel een beetje verwend qua jurken. Dus ik vond heel veel niet mooi, maar ik trok deze aan. En jongens, het is echt de mooiste jurk die ik ooit heb aangehad. Ik ben er zo blij mee. Hij is nog geheim. Ik kan er niks van laten zien. Oké, hier een heel klein mini sneak previewtje van de jurk. Over een paar weken gaan we dus trouwen. En als we dan getrouwd zijn, ga ik hem natuurlijk aan jullie laten zien. Maar hij is echt fantastisch. Ja, en dan wil ik jullie natuurlijk vertellen, wat zijn de rollen van mijn paarden op de trouwdag? Ik ga beginnen met Yves. Yves staat tijdens de ceremonie in de wei naast waar wij zeg maar het ja-woord geven. Dus Yves is mijn eerste paard en die is dus overal bij. Vanaf dat ik aankom met de koets, dat ik uitstap, dat ik ja ga zeggen tegen Max en hij hopelijk tegen mij. En bij het diner, overal is Yves bij en dat vind ik echt super cool. En Yves, jij hebt er ook heel veel zin in, want jij kan dus de hele dag gras eten. Ja, Yves staat sowieso natuurlijk de hele dag buiten, maar nu natuurlijk ook de avond. En Yves gaat buiten staan samen met haar vriendin Sezewana, want Sezewana is een superbraaf paard. Dus ja, zij kunnen alles meemaken. En dan gaan we even naar George lopen, want dan ga ik jullie de rol van George vertellen. Wij maken kans op de Zilveren Ster Jeugd en we willen heel graag winnen. Zeker. Dus, ja. Stemmen! Maar dan gaan we een heel mooi taartje bakken als we winnen, ja, toch? Zeker. Dan gaan we een toptaart maken. Ja, paardentaart. Ja. Stemmen. We hebben George zijn lievelingseten meegenomen. Hij houdt zo van wortels, jongens. Wortels is echt zijn nummer 1. Als je mag kiezen tussen wortels, slobber, appels, Bix, muesli. Oké, wortels is echt zijn favorite. Dan begint hij ook altijd helemaal wild te worden. Hij heeft helaas weer in de koep gelegen. Je was zo mooi wit en zo mooi schoon. Hij houdt echt één dag vol, dan is hij alweer ranzig. Lekker hè, gappie? Oké, jongens, de rol van George is echt geweldig. George gaat namelijk de ringen brengen. En dat vind ik echt zo vet. Want de ringen brengen is natuurlijk ja, iets super bijzonders. En wat we dus gaan doen, is op het dekje van George een heel mooi doosje met een lintje de ringen vastmaken. En een van de bruidsmeisjes gaat dan de ringen eraf halen en die geeft hem aan ons. Want ja, hij kan hem natuurlijk niet zelf met zijn hoefje eraf halen, maar ik heb daar echt heel veel zin in. En kijk, George ziet er zo uit met knotjes. Maar we gaan dus in het haar van George dezelfde bloemen, dezelfde rozen als mijn bruidsboeket maken. En in mijn bruidsboeket zit oud roze. En dan gaan we dus oud roze rozen in de haren van George maken. En dus in deze knotjes, want zo ziet hij eruit met knotjes. En kijk, als je George nu al bekijkt, zelfs met poepvlekken is het al echt een soort magische unicorn. Maar hoe vet gaat dit worden als George ringen kon brengen en dat hij dan helemaal met al die bloemen en zo in zijn haar. Ik kan echt niet wachten. Ik vind het echt geweldig. Hallo, George. Ja. Hi. En dan nog iets mega vets. Als ik aankom met de koets, George niet in mijn schouder bijten, als ik aankom met de koets, dan gaat Emma Kok zingen. En als George aankomt met de ringen, dan gaat Emma Kok ook zingen. En Emma Kok is natuurlijk echt één van de allergaafste, coolste zangeressen die we hebben. Ik heb al met Emma heel veel vette shows gedaan, terwijl ze het nummer Voilà zong. En dan kregen mensen altijd al mega kippenvel. En Emma is echt super lief en haar moeder is ook super lief. En haar broer Enzo, die speelt viool en die gaat dus viool spelen. En dat moment heb ik ook zoveel zin in. Aankomen met die koets en dan zo wandelen met die mooie jurk. En dan zie ik Max staan, want Max heeft ook echt een mega mooi pak aan. En ja, ik heb echt super veel zin om dit gewoon allemaal te zien en te horen. Het is echt jammer dat je zoveel werk hebt voor één dag. Ik zou het eigenlijk willen uitspreiden over... Auw! Gap, serieus! Je moet me niet bijten. Sorry, maar ik kan echt geen blauwe plekken gebruiken. Dat is echt niet mooi, hoor. Wat ben je aan het doen, Gappie? Oké, George wil gekrabbeld worden. Hey, je hebt echt geen zin om dit allemaal, deze klets te praten. Je wilt gewoon liever gekrabbeld worden. Gappie, je hebt een beetje veel gras gegeten vandaag op de wei. Een beetje dikke buik. Hallo. Oh, George vindt het zo lekker. Ik heb nu toch mijn trouwnagels nog niet, dus die kunnen nu nog wel ranzig worden. De rol van deze vriend, Johnny. Lekker worteltje. Oké, ga jij even lekker worteltje eten. Heerlijk. Geniet ervan. Oh ja, Johnny heeft trouwens dit pak aan, want hij heeft heel erg zomerexeem. En dat is echt super zielig. Hij kan niet tegen muggen, want dan krijgt hij heel erg jeuk. Gelukkig heeft hij nu geen wonden meer, geen schuurplekken. Want we gebruiken dus dit van horseflex, zomerkriebel. En sindsdien is het onder controle. Maar we hebben het pak nog steeds aan, zodat hij ook zeker niet meer geprikt kan worden. Want dat was echt heel erg zielig. Maar oké, nu de rol van Johnny op de bruiloft. Johnny gaat de koets trekken. En het wordt of deze koets, mocht het regenen, deze witte dichte. Of deze witte die open is. En die witte, daar hebben heel veel van jullie op gestemd tijdens een show. Daar kwamen namelijk heel veel koetsen voorbij. Kijk, hier kwamen al die koetsen voorbij. En in de ochtendshow won de roze koets en in de middagshow de witte. En uiteindelijk ben ik voor de witte gegaan, want die vind ik net... iets chiquer en iets klassieker. Die roze vind ik ook geniaal, hoor. Super grappig. Maar dit vond ik iets mooier. Maar degene die deze witte koets heeft, die heeft dus ook nog deze open koets. En ik ben heel benieuwd. Zet onder in de reacties even welke koets jullie mooier vinden. De witte dichte of de witte open koets. Want ik twijfel nog heel erg. Dus help me alsjeblieft. Laat het weten welke koets vinden jullie mooier. In de video van volgende week ga ik met Johnny oefenen met een andere koets. Want hij heeft ooit wel eens voor de kar gelopen. Alleen nog nooit zo'n grote zware kar en koets getrokken. Dus ik ga in de volgende video volgende week maandag oefenen met Johnny voor de trouwdag. Want OMG, hoe cool is het? Oh ja, Johnny vindt het zelf ook cool. Hij komt even in beeld. Oh, jongens, Johnny, hallo, hallo. Gast! Gozer, ik probeer hier iets op te nemen. Gozer! Gappie! Oké, Johnny wil het ook graag heel graag zelf vertellen hoe cool je het vindt. Ja, braaf. Hoe cool dat je eigen paard gewoon je trouwkoets trekt. Ik vind het echt heel erg cool. En ik kan echt niet wachten om met hem te oefenen. Ik weet nu al, jij gaat die dag helemaal geweldig vinden. Omdat je dus allemaal aandacht krijgt. En ik vertelde natuurlijk net al over het haar van George. Maar dit haar ben ik van plan met Johnny. Van die grote rozen in het haar. En dan dezelfde bloemen die ik in het bruidsboeket heb. Want je hebt natuurlijk altijd een bruidsboeket. En ja, die bloemen wil ik ook in het haar van Johnny. En ik heb echt... ik kan echt niet wachten hoe dat het er straks uitziet. Nou, nog een paar weken en dan is het zover. Ik ga... de volgende video, wat ik al zei, met Johnny oefenen met de koets. Dan wil ik tegen jullie zeggen nu bedankt voor het kijken. Stem nog eventjes op welke koets je wil. En dan zie ik jullie heel graag tot volgende week. Doei! Wij maken met Cupcake Cup kans op de Zilveren Ster Televisier Jeugd. En die willen we heel graag winnen, toch jongens? Zeker, zeker. Stemmen! Alsjeblieft! Cupcakes zijn toch de lekkerste ooit? Suiker, marsepein, botercrème.